staan op de schouders van onze voorgangers. En dat meen ik echt. Want hier zijn al vele jaren heel veel mensen actief met, op de een of andere manier, met toerisme of met evenementen of met het leuk maken van dit dorp. Of je nou in een museum zit of in een winkel of in een horeca. Je doet allemaal je best om die plek zo leuk mogelijk te maken. En ik heb ook wel eens gezegd, we kunnen marketing euro's uitgeven tot aan ons wegen. Maar als ze bij Glen komen en er staat chagrijn, de koffie is lauw en het afrekenen gaat ook nog verkeerd, dan loopt iemand weg. Pff, wat een dorp, zeg, Spakenburg, ga ik nooit meer heen. Dus je doet het uiteindelijk samen, want de echte power zit natuurlijk in die, in de execution, in het beleven ervan. En toen dacht ik, mensen die initiatief nemen om iets nieuws te doen of iets te willen veranderen, weten dat er altijd andere mensen zijn die daar voorzichtig gezegd wel iets van vinden. Dat herken jij waarschijnlijk wel, Alinda. En anderen met ons ook. En dat kan ons soms ook wel belemmeren, omdat we van tevoren weten, oh ja, daar komen ze wel met hun mening, met hun kritiek. Dat ervaren we soms ook zo, hè, met die kritiek. En dat weerhoudt ons misschien ook wel eens om dat initiatief te nemen. Maar gelukkig zijn er in het verleden heel veel mensen die dat wel hebben gedaan. Soms misschien wel tegen een storm in. We gaan het wel doen. We gaan wel een visserijdag organiseren. Of we gaan wel die Spakenburgse dagen groter maken. Of we gaan hier wel een, wat was het, van een caravan naar iets anders, naar een VVV toe. Want dat hebben we nodig en dat verdienen we. En er zit altijd een spanningsveld tussen. Kan men niet schelen wat Arden ervan denken? Hè? Dat is ook niet een hele goede uitgangspunt. Want dan verlies je een beetje de verbinding met de anderen. Of te veel luisteren naar anderen wat van zeggen, want dan verlies je soms de verbinding met jezelf. Dus ergens daartussen moet je, zeg maar, je beslissingen nemen. En wij mogen blij zijn met mensen die in die arena durven stappen en hun nek uit durven steken. Of je nou ondernemer bent, directeur van een museum, politicus of ambtenaar. Iedereen kent dat gevoel wel. En wij zijn er blij mee dat je af en toe over je eigen grenzen heen stapt. Voor het gezamenlijke belang waar Roosevelt in deze toespraak over had. Mensen die ruimte geven aan dat deel in hunzelf dat moed en creativiteit geeft. En daarom zijn we blij met jullie, daarom zijn we blij met heel veel ondernemers. Daarom zijn we blij met mensen die al 30 jaar een hele zielenzaligheid in de lokale omroep stoppen. Mensen die meer doen dan vele anderen in hun hele leven. Daarom grijpen we dit moment aan om te vieren dat zoveel mensen dat voor ons gedaan hebben en nog steeds doen. En daar horen jullie, wat ons betreft, en dit mooie toeristisch informatiepunt in ieder geval bij. En dank daarvoor. Ik denk dat wij gewoon moeten blijven doen wat we altijd hebben gedaan. Gewoon authentiek bezig blijven gaan. En dan komt het vast in 2025 ook weer goed. Ik ben blij dat Bunschoten Spakenburg opgenomen is in dit boekje met 1 Michelinster. En ik feliciteer iedereen daarmee die zich daarvoor heeft ingezet. Dankjewel.